Yo allemaal en welkom terug bij de gelukkige video op mijn kanaal met ze. En vandaag is het weer februari. Informers hebben de 22 en dat betekent ten eerste, zoals jullie kunnen zien, dat er lekker veel sneeuw ligt. En dat we ook iets kunnen gaan verkopen. Maar voordat we dat gaan doen wil ik eerst eventjes dit ding gaan uittesten. Het is namelijk een sneeuwploeg. En de trailer van Formers 22 is natuurlijk al best wel lang geleden uitgekomen. En daarin was dit dus ook te zien. Een sneeuw, ja, schuiven zou ik het wel even noemen. Maar ik ben benieuwd hoe het, nou, hoe het gaat werken. Want onze boerderij die ligt wel echt helemaal vol met sneeuw, dus het is ook wel handig om dat eventjes gewoon te gedaan te hebben. Kijk, zo, laten we gewoon dan hier beginnen en dan gewoon recht vooruit die dingen duwen. Dus haal mijn zakken dat in. Oké, dit werkt op zich wel leuk. Dan doen we natuurlijk gewoon hier de bosjes in. Dan kan het dadelijk smelten. Daar hebben wij er geen last meer van. Blijft het gewoon allemaal een beetje aan de rechterkant liggen. Even terug. Dan kunnen wij ook weer terug. Dan moet ik alleen even de dingen omhoog. Oh, oh, oh. Jongens, het gaat helemaal fout. Zo ja. En in ieder geval dit pad vrij, is het andere pad vrij. En dan glijden we hier dus ook een stuk minder makkelijk uit. Kan niet meer naar beneden. En dan ga ik hier gewoon een paar keer over de boerderij. Maar ik vind dat op zich wel een lachend taakje om te doen. Oh, oh, oh. Zit hier ineens rommel? Het is natuurlijk niet iets wat je per se moet doen, maar ik dacht ik wil het gewoon een keertje uittesten. En waarom zit hier allemaal rommels ineens, joh? Vol met robotjes. Hier weer een. Het is een aparte, maar leuke taak. Het kost ook maar 300 euro om te huren. Dus ja, dat is natuurlijk ook echt helemaal niks. Ik weet niet wat er helemaal aan het gebeuren is. Mooi dat alles onder de sneeuw ligt, behalve dit waar de ploeg ligt. De ploeg is gewoon onweerstaanbaar. Oh, en what the fuck? Oké. Ook wel logisch. Laat ik even eens. Wat gebeurt er ineens? Nou ja, oké. Fout van de game. Nou ja, kan gebeuren. Dan kan die in ieder geval ook weer terug worden gebracht. Hier niet. Hier wel. En dan ga ik gelijk even kijken wat er in de tweedehands winkel staat. Of wat we hier iets aan hebben. Maaier aan oogstmachine. Nou, dit is echt gewoon de kleinste maaier die men kan hebben. Een baalwikkelaar. Maar daar hebben wij nu nog helemaal niks aan. Een tweede trekker, Nieuw Holland. Ziet er heel erg nice uit, maar ook daar hebben we nog niet heel veel aan. En een vloeibare mestverspreider. En ook daar hebben we nog steeds geen koeien slash varkens slash
Weet ik veel welke dieren allemaal stront produceren. Wij gaan in ieder geval wel iets verkopen. Waardoor wij hopelijk iets meer geld op de bankrekening krijgen. En ik wil misschien ook nog een keer die aanhanger gaan vervangen. Want ik vind hem echt niet fijn om te gebruiken. Maar dat is iets voor in de toekomst. Even kijken, want de zonnebloemen. Als jullie even naar me mee gaan kijken. Dan zien jullie dat het beste in februari voor de prijs kan vragen. Samen met maart, maar wij zitten nu toch in februari. En dan wordt het meest voor gevraagd bij Vallei Goudhaantje. Maar dat is met de trein. Maar het scheelt wel 200 euro. Ruim 200 euro. Nee. Jawel. Dus ik ga het wel bij de Vallei Goudhaantje. Het is ook niet heel veel zonnebloemen, dus ja, ik denk eigenlijk niet dat ik het daar ga doen, want dan is er echt een grote kans dat we meer geld kwijt zijn met het huren van de trein dan wat dat we waarschijnlijk binnen gaan krijgen. Dus daar hebben we dan niet heel veel aan. Dan kunnen we beter even gewoon voor de winst gaan. We hebben iets minder winst, maar toch ook wel weer iets meer in de stand van bloem. Goed verhaal. Ja. En we hebben 3500 euro erbij. 3600 eigenlijk. Dat is minder dan ik verwacht had. Maar ja, we kunnen natuurlijk ook wel gewoon op blijven slaan. Maar ja, we hebben er toch niks aan. Maar mochten wij in de toekomst genoeg geld hebben. Even kijken. Even recht sturen. Dan wil ik veld 40 gaan kopen. En de reden dat ik dat wil gaan doen is omdat we... Boom. Dan ook nog dit hele grasveld kunnen krijgen. Of kunnen krijgen, dat krijgen we gewoon. En ja, dat is natuurlijk... Kunnen we lekker... eens in de 2-3 maanden kunnen we dat maaien. En dat kunnen we de ene keer opslaan. De andere keer kunnen we het gaan verkopen. Maar ik wil eigenlijk al heel erg veel gaan opslaan. Omdat we in de toekomst schapen kunnen gaan kopen. Na schapen kunnen we kippen. En uiteindelijk koeien. Maar dat is... Als we nu koeien gaan kopen, dan lopen we onszelf echt in de knoei. Dus dat lijkt me in ieder geval niet handig om te gaan doen. Maar goed, wie weet bij aflevering 70 of zo dat we een hele mooie boerderij hebben. Een paar miljoen op de bank. Dat zou wel mooi zijn, hè. Maar goed, ook hier zit onze taak er weer op vandaag op de boerderij. Dus de lampjes kunnen uit worden gezet. De trekker kan onder de te kleine schuur worden gezet. Hij kan uit. En dan zijn we weer klaar, mensen. Dus vonden deze video een leuke, druk op een duimpje boven. Vind je het leuk om niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zeg ik bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Houdoe.